Ik denk dat jullie wel door hebben dat mijn mama er niet bij is. We gaan een parcours maken. Oké, eerst moeten we hiermee. Oh, Jesse, even groot bekeren. Ik heb eindelijk de 22, 35, 43. Moet je iets bestellen? Zonder groente. Ja, kijk hoe lekker. Is het... Kan iemand helpen? Wanneer mag ik beginnen? Nu? Ja, over 5 tellen. 5, 4, 3. 2, 3, 2. We zijn de 3. Yes, welkom bij een nieuwe video van... De Bakkertjes! Jongens en meisjes, eigenlijk de Bakkertjes! Ja, dankjewel. Jij bent echt altijd moe tegenwoordig. Ja, echt waar, vervelende puber. Vandaag gaan we een challenge doen. Voor Jesse verandert er niet veel in deze challenge. Het is namelijk de hele dag op de bank zitten. Ja! Ja, we hebben hier een hele mooie bank, jongens en meisjes. De bank Fluffy 3000. Hey, zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Tot over een paar uur. Hey. Dit beloof wat. En deze keer doen we ook echt 24 uur. Dus we gaan hier ook slapen. Of hun gaan hier ook slapen. Ik had op Instagram gevraagd aan jullie of jullie nog leuke ideeën hebben. Die we kunnen gaan doen hier op de bank. Ik heb een aantal hele grappen gekregen. Als je nu in het zwembad springt krijg je 100 euro snoep. Ja, dat kan dus niet, want ze zitten dus de hele dag op de bank. Oh, echt? 24 uur in het knijnhoek, vervelend kind. Ja, dat kan dus ook niet, want we moeten de hele bank naar de knijnhoek doen. Hier, iemand schrijft met de bank door de car wash. Blind tikketje, dat is op zich wel leuk om te doen. En kussengevecht jongens. Nou, dat hoef ik tegen hun maar één keer te zeggen. Nou, dan gaat hem dus ook die worden. We hebben een aantal leuke dingen gehad, jongens en meisjes. We gaan beginnen aan de eerste. Voor de eerste challenge hebben wij dit nodig. En dit. Time for a rap challenge. Oh nee. Dat is nou breken. Ja, je moet ik heb, als ik één keer zo doe. Nee, ja, maar je... Ik kan het niet. Hij komt uit mijn neus. Hij komt uit mijn neus. En voor de duidelijkheid, ik denk dat jullie wel door hebben dat mijn mama er niet bij is. Dan is het tijd voor de volgende challenge en het is... Een parcours, ja. We hebben hier een hele dikke bestuurbare auto, die kennen jullie misschien nog wel. Even testen hier zo of die het een beetje goed doet. Kijk, we stellen natuurlijk voor groot. Hé, kijk maar. Sam, je bent af voor de 10e keer. Echt leuk, Sam. Ja, we zijn al hier staan. Ik kan 5 keer afgelopen. Ja. Papa, zie je. Oh! Kijk daar. Wat we gaan doen? We gaan een parcours maken. Ik ga een parcours maken. Jesse en die gaan mij vertellen wat ik moet doen. We hebben verschillende attributen die we kunnen gebruiken. Wat ze moeten doen is hier over de kussens heen. De vliegers hier van de bank af. Ik heb hier een pijl gemaakt. Dan gaan ze hier zo gaan ze naar boven toe over de tafel heen. Dan moeten ze een cirkel hier omheen gaan maken. Vervolgens gaan ze deze kant op hier omheen. Dan gaan ze hier zo naar boven toe, bovenop de tafel. Hier moeten ze eraf schansen. En vervolgens moeten ze hier naar boven. Nee, dan moeten ze eerst nog een rondje. Oh, eerst toch een rondje. Je mag toch? Hoeveel schade dit, hè? Nee! Het gaat om die bank! Oh, hoe vaak heb ik deze challenge al gewonnen? Ja, de tijd gaat nu in! En dan gaan ze, jongens en meisjes. Kijk eens even. Wat is dat voor water hier? Come
Sammy bent af. Oké, jongens. Oh, kijk uit, man. Heb ik gewonnen? Yes, sir! Hey. Nou, dit is jongens en meisjes. Dit is de eindconclusie. Kom op een strijk. Het zit nog maar één nummertje op. Zullen we nog bowlen? Oh, dit is echt niet. Dit kan ik nog niet gebruiken voor de video, dit. Echt nog. Oké, Jesse die stond daar zo. Ja. En Sam die stond hier zo. En tijd gaat nu in! Oké, eerst moet je hier in. Oh, Jesse, eromheen, Sam, eromheen, andersom. Die kant eerst. En de drone hier, mensen. Oké, jongens. Yes, Jesse werd aangevallen, ze zijn gestuurd. Hij is zo verkeerd, Tom. Oké, jongens en meisjes. En hier is meer. Hey, het is helemaal opgeruimd en gelukkig voordat mama thuis komt. Oh. Het is tijd voor de volgende challenge. Ja, waarom zitten we hier dan? Ha! Nou, zoals jullie zien, jullie hebben blinddoek om. Ik nog niet. Jesse en Sam, maar vooral Jesse. Er is iets wat jij heel graag wil hebben. Mm-hmm. Dus wat we gaan doen, ik heb het hier verstopt, hier ergens in deze bank, op de bank, onder de bank. Nee. Ja, en jullie krijgen een blinddoek om en jullie moeten geblinddoekt. Geblinddoekt? Als je het al hebt verstopt, dan moet je... Als dan maar nee. Ja, de tijd gaat nu in! En daar gaan ze, jongens en meisjes. Ze zijn druk aan het zoeken. Ik heb het! Ja, was het wat je altijd wil hebben? De voet van Sam? Nee, Sam trekt me zoeken uit. Oh, het is ook zo'n mega grote bank, jongens. Ja. Het kan overal zitten. Ja, ze was stom vervelend. Oh jongens, ik ben zo benieuwd. Maar hoe zoeken jullie ook? Jullie lijken wel twee regenwormen hier. Mag ik niet kijken? Die, ja, mag ik niet kijken? Dan werd er niet gelijk een regenworm. Ik heb het. Hij heeft iets. Hij heeft iets. Oké, wat zal het zijn? Oh, ik ken dit. Wacht, is het spel van de Monster Jam? Ja! Ik heb eindelijk de Monster Jam Showdown. Ik wou er echt super lang. Oh. Hij is eindelijk uit, Jess, hè? We zijn natuurlijk naar Monster Jam geweest. Ja, wacht, kom nu meteen spelen. Kunnen we wel doen. Ja! Hey, we zitten hier toch, hè? Jongens, als er iets is in dit huis waar ik zo gereinigd om word, dan is dat deze twee vervelende kinderen altijd de assambrunnen kwijtraken. Dat heeft Sam gedaan. Sam. Yes, zoek hem even of zo. Ja, Sam. Ja, als dat jongens, die had ik zelf opgeruimd trouwens. Dan kwam de Judas een zooitje maken met die auto. Ja, jij wel, Tarzan. Ik wil gewoon zin om te gaan spelen. Misschien kennen jullie het toch wel, wij zijn in een Monster Jam geweest als een evenement. Echt super tof, het gaat niet zozeer om de snelheid, het gaat hier om alle trucjes die je kan doen. Oh yeah, yes hè. Ja. Wow! Dit is zo vet. Welke heb je allemaal, Jesse? Noem eens even eentje. Ja, Megalodon. Megalodon. En Gravedigger. Gravedigger. Nou, je wordt dan de zombie en je had mijn lievelings, dat is de El Toro. Misschien hebben jullie die video toen gezien, dat is die met die stier, hè? 22, 35, 43.
300.000. Ik kan het beter. Hij kan het beter. Jij wel. Ja. Nee, weer niet goed. Jawel. Ah, zijn punt is erg niet omdat hij op de kop is gekomen. Haha, easy stuff. Ja, we hebben een splitscreen, jongens en meisjes. Ze gaan allebei gaan ze kijken wie de meeste punten gaat halen. Hey, Sidney! Oké, op dit moment staat. Wie is die kant? Precies, ze gaan er, jongens. Donuts, een great LS Donuts, extreme LS Donuts. Ja. Kijk eens hoeveel punten erbij komen voor Jesse. Ja, ik heb 400.000 punten. 2. En de winnaar is... Ik! Hey! Hey! Sam, ga maar huilen. Maar je hebt dus freestyle, dat heb je net gedaan, maar je kan ook, wat heb je nog meer allemaal, Jesse? Yeah, head to head. Head to head heb je... Best tricks. Best tricks, oh, dat is ook wel... Figure racing heb je... Ja. Ah, je hebt genoeg. Racing. Ja, tof jongens. Zullen wij, wat gaan we doen? Circuit racing. Oh ja, yeah, jongens. Oh ja, waar is de boost? Hoe doe je de boost? Oh. Nou, de jongens die zijn nog even lekker aan het gamen. Hey, vinden jullie het dan een tofspel? En het is echt een tofspel. Ga hem dan zeker even checken. Hij is te koop online of natuurlijk gewoon in de winkel. En in de winkel krijg je natuurlijk dat hoesje. Dat is altijd tof, hè. Kijk, maar nu is het tijd om te gaan eten. Sam gaat bestellen, jongen. Nou, dat wordt... Jouw gerecht, hè? Eén pizza pepperoni. Eén pizza pepperoni. En hebben jullie ook friet? Ja. Ja, is goed. En dan 5 pizza's extra. 5 pizza macaroni. Nee, hoe heet dat? Dan kaaspizza. Wat? 5 kaaspizza. Margarita bedoel ik. 5 margarita? Ja, en 5. En met zumba's? Oké. Okay. Met zumba's. Met wat? Zumba's. Wat is dat? Met sambal. Hebben jullie dat? Ja, ik heb sambal. Wil je ons... Pizza pepperoni? Ja, kan pizza af... margarita. Ja, kan het afgeleverd worden? Ja, mag u postcode en huisnummer. Ja, oké. Okay. Amsterdam? Ik vraag alleen of je gewoon even een pizza kan bestellen. En dat kun je... Zal ik even anders doen? Goedenavond met Orientaria. Lena, goedemiddag. Hi. Hallo. Hallo. Moet je iets bestellen? Ik kan nu niet zo goed verstaan. Ik hoor je heel goed. Zeg je maar. Oké, ja. Ik hoor u niet zo goed. Ik zal herhalen wat u zegt. En dan proberen we het zo. Ja. Hoe kan ik u helpen? Hallo? Hallo? Hallo! Jongens en meisjes gaan nu wachten op het eten, maar ze hadden een fantastisch idee. Wat gaan jullie doen? Een tent maken! Ja! Ja, maar gaan ze in de grond? Ik denk dat het iets te groot is. Wat een mislukking. Oh, eten jongens. Nou, het eten is er jongens en meisjes. Dit is onze tent. Wat vinden jullie zelf? Ja, heel leuk. Zo, daar gaan we nog lampjes ophangen. Kijk, daar was Jess al mee bezig. Ja. Maar toen was hij weer luiig en niet op de bank liggen. Waarvoor ja, is ik, dat? Ik heb ook mijn rust nodig. Nee, gast. Nou, kijk eens even jongens. Kijk, Sam die vindt het ook lekker, alleen dan zonder groente. Ja, kijk hoe lekker. Eten is op jongens en meisjes. We gaan nog even snel een of andere raar klusje doen. Nou, even snel. Ik weet niet of het snel gaat hoor. Gelukkig hebben we Jesse, die ook echt heel goed meewerkt. Wat bedoel ik? Een poepding. Nou, 80 jaar verder jongens en meisjes, we zijn er super mooi allemaal. En ik heb een 81. Ja, 3, 2, 1. Wow. Oh yeah jongens en meisjes. Ik had gekeken op onze Instagram toen ik ging vragen wat voor challenges kunnen we allemaal gaan doen. Oh, Jesse heeft al een ding op zijn hoofd. Oh, moet dat dan? Ja, want we gaan doen tikketje op deze bank. Waarvan de tikker die is gebundeld. Oh. Met de koptelefoon. Sam, kan je horen wat ik zeg? Nee, dit is echt zo'n noise cancelling dinges. De tijd gaat nu in! Oh. Ja! Go! Sam! Wanneer mogen we beginnen? Ja, over 5 tellen. 5, 4, 3, 4, 5! Ha ha ha.
Dit is een paal. Wat is dit? Hoe heb ik dat gedaan? Hij zat op me, alleen dan met die kussens boven me. Kan iemand helpen? Wat ben je aan het doen? Want hij doet je echt alles. Zeg, op een gegeven moment zak je op mij, hè? Oh. Alleen ik had kussens op me gelegd. Ja, alleen één kleinigheidje. Je hebt het. Nou jongens en meisjes, ik denk dat het tijd is. Nee, ik wil nog een keer. Om te gaan slapen. Nee, ik wil nog een keer. Nou, op zich is het best laat. Ja, yes, sir. Hallo. Hoe gaat het met de challenge? Goed tot nu toe. Ja. Ze liggen al te slapen. Ja, hij ligt al te slapen, jongens. Het is, hoe laat is het? 12 uur, 1 uur? 4 uur. 4 uur, jongens. Ja, bijna 4 uur, over 10 minuten. Boah. Ja. Hey, hoe vond je de challenge? Echt superleuk. Oké, nou wij gaan even door. Als je nog geen abonneer bent, zeker abonneren. Tot de volgende keer. Doei.